Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning heeft zijn ondersteuning toegezegd aan de vrouwelijke ondernemers die schooltassen produceren. De regering geeft jaarlijks 18.000 schooltassen aan scholieren. Patricia Etnel opperde tijdens de begrotingsbehandeling in het parlement dat Surinaamse ondernemers ingezet kunnen worden voor het produceren van tassen om de import te minimaliseren. Achaibersing was vandaag tijdens een presentatie van de schooltassen onder de indruk van de kwaliteit. Ik ben bijzonder trots op deze mensen die niet hun hand open houden, maar aan zelfwerkzaamheid doen, produceren in Suriname. En u ziet mooie zaken, kwalitatief geweldig, niet te onderscheiden van het buitenland. En dan kun je direct de vraag stellen, maar waarom moeten we deze dingen uit het buitenland importeren? En waarom moeten we dure deviezen besteden aan zaken te importeren, terwijl we het zelf hier kunnen produceren en eigen ondernemerschap kunnen stimuleren? De vrouwen die de tassen produceren hebben allen aangegeven een cursus te hebben gevolgd hiervoor. Muriel Sorgval en Chiquita Moor vertellen hoe zij zijn begonnen met hun onderneming. Ik ben begonnen met het tassenproject, omdat ik zag dat er de markt ernaar vroeg. Ik ben die training gaan volgen. Ik heb het gemaakt. In het begin eerst voor mijn kinderen, maar kinderen vroegen op school hoe het van waar ze met die tassen kwamen. En mijn kinderen gaven het door, want ik maakte dan andere modellen. Ik maakte met een camouflage, dus andere kleuren. En die kinderen vonden het leuk en zo is mijn klantenkring uitgebreid. Toen ik het ging horen van mevrouw Patricia, heb ik gelijk gereageerd en ik ben blij dat ik hiermee mag meedoen. En dit is het eindproduct. Ik heb ook een andere tassen, andere modellen geprobeerd. En dit is van de kleuterschool en dit is van ietsje grotere klassen. Ik ben al ongeveer 3 jaar bezig met tassen. Het gaat goed, redelijk goed. De tas is gemaakt van ouder materiaal, dus waterbestendig, wordt niet nat van binnen. Van binnen is het gevoerd en versteviging aan de zijkanten, onderin en de strapsen. Kleine ondernemers, maar uiteindelijk is het doel groter te worden, regelmatig afzet hebben en lokaal blijven produceren, zodat er minder geïmporteerd kan worden. DNA-lid Patricia Etnel, die ervoor zorgde dat de presentatie van de tassen mogelijk was, is blij met de ontwikkelingen. Dit jaar zullen de vrouwen het aantal van 18.000 niet kunnen leveren, maar in de komende jaren moet dat wel kunnen.